Het is nu de tijd dat Surinamers overal in de wereld met al hun talenten en potentie gaan samenwerken aan de werkelijke en duurzame vooruitgang van ons land. Dit zei ambassadeur Sigleen Beurlesen bij de Sranandé, georganiseerd door de Surinaamse diaspora-organisatie Wang Mao in Edegem, België. Beurlesen was de eregast bij deze activiteit. Op het stadsplein van Edegem waren volop Surinaamse hapjes, drankjes, kleding en sieraden verkrijgbaar. Het multiculturele evenement werd opgeluisterd door verschillende muziekgroepen. Ambassadeur Beurlesen riep de Surinaamse diaspora op om de gelederen te sluiten en samen te werken aan de vooruitgang van ons land. De blik moet worden gericht op de toekomst en de deur van de ambassade staat altijd open, zei Beurlesen. De ambassadeur wil samen met de diaspora-organisaties werken aan een strategie om concreet bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname. Het was de tweede Sranandé die door Stichting Wang Mao werd georganiseerd.